Ja, ik heb een voorstel voor het Europees Parlement. Los eerst het klimaatprobleem op en de vluchtelingencrisis en laat voorlopig het winteruur nog even met rust. Wij doen ook gewoon alleen maar ons best, zeg. Voilà. Goed plan. Ja, ik heb het ook eens gezegd. Het moest eruit. Welkom in Winteruur, Wouter van Bezien. Um, gezicht van Groen. Ja. Fractieleider van Groen in de Antwerpse uh, gemeenteraad. gemeenteraad. En Vlaams parlementslid. Uh, vader van tal van kinderen. Vier. Uh -huh. uh, vier. Uh, ja, vier. Uh, amai. Is dat oké okay voor u? Dat klopt wel, met tal van kinderen. Ja, denk ja. Ik ja. Uh, en hoe oud is de oudste en de jongste? 18 en 4, respectievelijk. Oké. Okay. Ah, ja. okay. En u hebt een tekst bij, wil jullie die volgen. Ja, ja. Daarvoor ben ik hier. Ja. En ook voor de gezelligheid, toch vooral voor de tekst. Je kunt jezelf niet zien. Je weet hoe je eruit ziet vanwege spiegels en foto's. Maar in de grote wereld, als je je te midden van je medemensen beweegt, of het nu vrienden, vreemden of de enigste geliefde zijn, is je eigen gezicht voor jou onzichtbaar. Je kunt andere delen van jezelf zien, armen en benen, handen en voeten, schouders en romp, maar alleen alles van voren, niets van achteren. Behoud dus de achterkant van je benen als je ze in de juiste stand draait, maar niet je gezicht, nooit je gezicht. En uiteindelijk is, althans wat anderen aangaat, je gezicht wie je bent, de essentie van je identiteit. We zijn allemaal vreemden voor onszelf en als we al enig besef hebben van wie we zijn, dan is dat alleen omdat we leven in de ogen van anderen. Oké, okay. en dit komt uit Winterlogboek. Winterlogboek, van... Paul Ooster. Ja, een boek met uh, kort, korte stukjes over van alles, He, denk ik. Dat is een samenvatting. Hij wordt 65 jaar en hij heeft een soort autobiografie geschreven. Om te zeggen, ik ga nu in de winter van mijn leven stappen. Mm. en ik kijk terug op wat mijn leven geweest is maar het gaat niet over alle boeken die hij geschreven heeft of de films die hij gemaakt heeft maar het gaat over uh, de, de, het been dat hem gebroken heeft het litteken dat hem uh, in zijn gezicht heeft overgehouden van het ja. een of ander de plaatsen waar hij allemaal gewoond heeft dus meer de, de, wat je zou kunnen zeggen alledaagse, zeer persoonlijke dingen maar daar geeft hij betekenis aan daar begint hij over te schrijven en ik vind dat zowel grappig als interessant oké, okay, en ik, u kiest daaruit dit fragment? ja want wat wordt hierin verteld? Wel, uh, de reden waarom ik het kies is... Ik vind het eigenlijk... Het is een gedachte die geformuleerd wordt. Die eigenlijk evident is. Maar die, uh, of die ik zelf alvast... Namelijk de gedachte we kunnen nooit ons eigen ja, gezicht zien. Behalve ik, in de spiegel. Ik hè? had daar nog nooit aan gedacht dat dat zo was. Hè, want ik heb in levende lijven mijn eigen gezicht nog nooit gezien. Ik zal dat ook nooit zien van nee, mijn leven niet. Uh, dus enkel onrechtstreeks. Via een spiegel of via een foto. Uh, en dus dat... Uh, dat klopt eigenlijk en het geeft natuurlijk ook een, een, een diepere betekenis van ja, hoe kun je jezelf kennen? Je kan nooit jezelf helemaal kennen. Je hebt nooit zicht op je volledige zelf. Daar heb je altijd anderen voor nodig die jou bezig zien en die ook een aspect van u kunnen, kunnen betekenis geven, kunnen, kunnen ja, interpreteren. En zo. Ja. Dus, zegt hij denk ik hier, wat uh, je eigen maakt, wat je identiteit is, dat ontleent je aan de blik van anderen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En het is ook, hoe ik het lees is ook, en je kan er nooit uh, zeker van zijn dat het juist is. Dus je kan proberen je eigen identiteit op te zoeken. Maar je zal ze waarschijnlijk nooit vinden, want iedereen kijkt naar u en iedereen zal er iets anders van maken. Dus een identiteit is ook niet vast omlijnd, is ook niet vast te grijpen, is ook niet constant, het is veranderlijk. Mensen die u tien jaar geleden hebben bezig gezien, zullen daar waarschijnlijk iets anders over gezegd hebben dan diegenen die u nu bezig zien. Geldt dat dan ook voor u? Uw gevoel van eigenheid of identiteit, is dat dan ook iets... Iets vloog, of ben je er gewoon niet, niet of nauwelijks mee bezig? Of? Nee, natuurlijk denk ik, ben ik daarmee bezig en denk ik iedereen. Dat je wel wilt weten van wie ben ik eigenlijk, wat doe ik hier ja. en waarom doe ik het. Maar ik ben er mij wel van bewust van, eigenlijk zal ik het nooit helemaal doorgronden. En dat is misschien ook wel goed, want vanaf je denkt dat je weet wie dat je bent, uh, ja, dan word je misschien lui of dan word je misschien... Uh... Zelfgenoegzaam. Ja, zoiets, ja. Hebt u dat dan al zien gebeuren bij anderen? Ja, ja. Maar het, het, het interessante eraan is... Uh, ik, het doet mij ook denken aan een totaal ander uh, uh, citaat van, van George Orwell. En die schrijft... Uh, je, je, jezelf, je hebt eigenlijk niks meer te maken, Wim... Want ik denk dat hij het voor u geschreven heeft. Wim, je hebt niks meer te maken... Met die foto van die vijfjarige Wim die op de kast van uw moeder staat, behalve dan dat je toevallig dezelfde persoon bent. En dus het, het, het feit dat je zelf heel de tijd verandert en dat het ervoor zorgt dat je op een andere manier in, de le in het leven staat en dat mensen op een andere manier naar u kijken, vind ik eigenlijk wel een heel interessante en ook geruststellende gedachte. Waarom geruststellend? Uh, omdat het nooit. Uh, helemaal fout kan aflopen, want het kan nog veranderen. Dat geeft hoop en, en je kan niet volledig vastgepind worden op wat je ooit gedaan hebt. Ja. En waarom is dat belangrijk voor u? Uh, ja, omdat anders het leven af zou zijn. Hè? En, en nu is er altijd nog iets uh, wat, wat er gaat komen en wat eigenlijk nog beter kan zijn als hetgeen wat er al geweest is. Is dat uw streven dan? Ja, eigenlijk wel. Maar allee, ik ga er dan vanuit dat dat misschien wel universeel is: hè, dat, dat mensen toch proberen iedere keer hetgeen wat er nog komt, om daar minstens het beste van te maken. Het beste wat erin zit. En zit ik dan nu naast een betere Wouter van Bezien dan de Wouter van Bezien van 15 jaar geleden? Nee, je zit naast iemand die probeert beter te zijn dan 15 jaar geleden. Dat ah, is ja. nog iets anders. Ja. <laughs> en wat is uw. Ik heb daar geen oordeel over, over uzelf in de loop. Word jij altijd beter dan <laughs> Ja? Uh, nee, ik heb, dat, ik heb daar op zich uh, geen, geen oordeel over, omdat natuurlijk de omstandigheden veranderen ook altijd. Eh. Ja. Dus, dus, dus uh, wat ik moest doen als ik student was, uh, of, of wat ik moest doen als ik, uh, als, ik als kind aan het ravotten was, of wat ik, uh, wat ik moest doen als voorzitter toen ik voorzitter van groen was, of wat ik nu moet doen. Als vader ja, van vier kinderen. Als vader van vier kinderen, dat, dat, dat verandert altijd. En dus je probeert altijd van de nieuwe omstandigheden het beste te maken. Ja. Klinkt wel moraliserend misschien. Nog niet. Ah, okay, Tot u wel. zei, het klinkt moraliserend, dan komt dat idee binnen ah, en dan, ja. ah ja, het klinkt moraliserend. Vergeet dan dat gezegd. Oké, okay, dat is niet gezegd. Wil u het nog eens voorlezen? Ah, ja. Je kunt jezelf niet zien. Je weet hoe je eruit ziet vanwege spiegels en foto's, maar in de grote wereld, als je je te midden van je medemensen beweegt, of het nu vrienden, vreemden of de enigste geliefden zijn, is je eigen gezicht voor jou onzichtbaar. Je kunt andere delen van jezelf zien, armen en benen, handen en voeten, schouders en romp, maar alleen alles van voren, niks van achteren. Behoud dus de achterkant van je benen als je ze in de juiste stand draait, maar niet je gezicht, nooit je gezicht. En uiteindelijk is, althans wat anderen aangaat, je gezicht wie je bent, de essentie van je identiteit. We zijn allemaal vreemden voor onszelf. En als we al enig besef hebben van wie we zijn, dan is dat alleen omdat we leven in de ogen van anderen. Dank u. Graag gedaan. Slap wel.